De komende tijd wordt iedereen boven de 18 jaar uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Als je besluit om je te laten vaccineren, dan doorloop je een aantal stappen. Als eerste ontvang je een brief. Hierin staat of je gevaccineerd wordt door je huisarts of op een GGD-vaccinatielocatie bij jou in de buurt. Als je uitgenodigd wordt bij de GGD, dan staat in je persoonlijke uitnodiging het telefoonnummer van het GGD-callcenter. Hier plannen dagelijks duizenden medewerkers de afspraken in voor een vaccinatie. Voordat ik een afspraak voor u kan maken, moet ik eerst nog een aantal vragen stellen. Bent u in de afgelopen 4 weken positief getest op corona? Als blijkt dat je in de afgelopen 4 weken positief getest bent op corona, dan moet je op een later moment terugbellen om dan alsnog een afspraak te maken. Dan ga ik even een afspraak voor u zoeken. Als je een vaccin krijgt waar 2 vaccinaties voor nodig zijn, wordt meteen een afspraak gemaakt voor de 2e prik. Op de vaccinatielocatie van de GGD wordt aan de hand van de ingevulde gezondheidsverklaring gekeken of je gevaccineerd kunt worden. Een GGD-medewerker zet vervolgens de prik. Ik merk dat er toch nogal wat mensen nerveus zijn. Ja. En ik leid ze af door op het moment, net voor de injectie, te vragen van God, waar werk je? Ben je vandaag vrij? En voordat ze het weten, staan ze alweer buiten. Nadat je bent gevaccineerd, moet je ter observatie nog een kwartiertje wachten in de wachtruimte. Zeker als het gaat om allergische reacties, dan vindt dat meestal binnen een kwartier plaats. Ja, ik voel mij ook goed, gelukkig. Want ik zit wel te wachten, of zal ik niks gaan voelen of zo, maar ik voel mij gewoon prima. Tot slot krijg je een vaccinatieregistratiebrief mee naar huis. Naast je persoonsgegevens staat hierop welk vaccin je op welke datum hebt gehad. In de uitnodiging van de huisarts staat een datum en tijd waarop je verwacht wordt. Na enkele controlevragen ontvang je de vaccinatie. Eigenlijk gaat dat net zoals bij de griepprik. En dan kom je naar de huisartsenpraktijk en dan krijg je daar de prik. Ook bij de huisarts geldt dat je na de vaccinatie een kwartier moet wachten. En krijg je een registratiekaart mee naar huis. Voelt u zich helemaal goed? Dan kunt u gaan. Door je te laten vaccineren bescherm je jezelf tegen het coronavirus en help je mee om uiteindelijk ook de mensen om je heen te beschermen.